Ik ben Daniel Breedijk, ik ben 17 jaar. Ik speel bij Sparta Rotterdam als centrale verdediger. Ik ben Wessel Dammers, 17 jaar, spits van Feyenoord A1. Het is natuurlijk een derby, Sparta tegen Feyenoord. En dan komt er extra motivatie op, zeg maar. Omdat je deze wedstrijd per se wil winnen tegen een stadsgenoot. Ja, het kost veel kracht zo'n wedstrijd inderdaad. Met het weer gaat het extra snel natuurlijk op het veld. Ik hou wel als het een beetje regent en het spel een beetje hard wordt. En ik hou ervan om harde duels te spelen, dus het was een lekkere wedstrijd voor mij inderdaad. Ja, je probeert natuurlijk gewoon elke wedstrijd te winnen en als Feyenoord zijnde hoor je dan het spel te maken tegen een tegenstander. Toen ik 16 was, heb ik een contract getekend voor 3 jaar. En ik zit nu in mijn 2e jaar op mijn contract. Ik heb nog geen contract meer. Ik was 14 jaar en elk jaar krijg je aan het einde te horen of je mag blijven of dat je moet vertrekken, zeg maar. En toen zeiden ze van dat ze iemand anders hadden waarvan ze dachten dat hij beter op die positie was. En toen moest ik de club verlaten en toen ben ik naar Excelsior gegaan. Ik heb wel een periode gehad dat ik dat je denkt van ja, ik ben nu weggestuurd en heb ik er nog wel zin in. Maar ook door de mensen om me heen die me daarin gesteund hebben, heb ik de draad weer opgepakt. En nu zit ik weer bij Feyenoord. Ja. Ja, in het veld ben ik anders dan daarbuiten eigenlijk. Als het moet, dan moet je ook niet lief zijn. Maar daarnaast ben ik wel echt lief. Natuurlijk, je komt elk jaar met de stap dichterbij. Je zit nu in het hoogste jeugd, elftal van Feyenoord. Ik zit hier natuurlijk al vanaf de F's. Dus je komt steeds verder, je komt steeds een team hoger. En ik heb ook al een keer met de eerste dan mogen meetrainen. Dus dan voel je dat wel steeds dichterbij komt. Ja, voor je. Jammer, Vredeheid. Natuurlijk ben ik trots op mezelf. Maar ik ben wel iemand die steeds meer wil. En steeds beter wil worden. Ik ben trots op mezelf, ja.